Hij speelt bij topclubs als Ajax en Barcelona en wordt daarna een topcoach. Hij behoort met Marco van Basten en Ruud Gullit tot de gouden generatie. In deze Geld van de Sterren, Ronald Koeman. Ronald komt uit een echt voetbalnest. Natuurlijk heeft zijn broer Erwin het ook niet onverdienstelijk gedaan. Maar we kunnen toch wel vaststellen dat de hoogblonde Ronald, ook wel sneeuwvlokje genoemd, dat die het verst geschopt heeft. In de jaren 80 en 90 zijn de salarissen nog niet zo exorbitant hoog als tegenwoordig. Maar Ronald weet in zijn rijke spelerscarrière toch voor zo'n grove 12 miljoen gulden bij elkaar te trappen. Nou, omgerekend kom je dan uit op zo'n 5,4 miljoen euro. Als Ronald zijn kiks aan de wil gehangt en een loopbaan als trainer start, gaat financieel gezien het balletje pas echt rollen. Ronald heeft een imposant cv opgebouwd als trainer bij nationale en internationale voetbalclubs. En het bijbehorende salarisoverzicht is al niet minder indrukwekkend. Een willekeurige greep uit de geschatte jaarsalarissen van coach Koeman. Everton, 7,5 miljoen. Southampton, 3,3 miljoen. En Valencia, 6 miljoen. En nu tellen we de andere 7 clubs nog niet eens mee. Golden Boy Ronald woont as we speak in Southampton. Maar hij investeert graag in Nederlandse stenen. Wat er meteen uitspringt is een royale villa in Naarden. Betrouwbare bronnen melden dat de Naardense villa die Koeman heeft gekocht 2,15 miljoen heeft gekost. Koeman kon dat uiteraard in harde contanten neertellen, heeft er geen hypotheek voor af moeten sluiten. En het rustieke optrekje telt maar liefst 4 slaapkamers en 2 badkamers. Als sneeuwvlokje dit jaar bij Everton de zak krijgt en een oprotpremie meekrijgt, of misschien moeten wij eigenlijk zeggen een gouden handdruk meekrijgt van 5 miljoen euro, dan denk je, nou, met deze meneer hoeven we natuurlijk geen medelijden te hebben. Een deel van dit geld investeert hij in een project in Amsterdam Oud-West. Hij heeft daar een appartement wat hij voor een dikke 9 ton koopt. En dan heb je ook wel wat, hè? 148 vierkante meter en een riandakterras van 28 vierkante meter. Koeman was al voor een geschatte 6 ton eigenaar van een bedrijfspand in Oosterbeek. En zoals we Koeman kennen, alles cash betaald. En tel je alle panden bij elkaar op, dan bezit Ronald Koeman op dit moment voor zo'n 3,6 miljoen euro aan onroerend goed. Nou heb ik me laten vertellen dat Ronald rondkrost in een Audi A8 en in een Bentley. Natuurlijk allemaal luxe uitvoeringen. Maar wat een beetje opvallend is, dat zijn die nummerborden. Ronald Koeman heeft zijn kenteken laten customizen. Zijn Engelse kenteken RK04 Bar staat voor Ronald Koeman, zijn rugnummer 04 en Bar voor de club waar hij ooit speelde, Barcelona. Maar misschien staat die bar wel voor de naam van zijn vrouw, want die heet namelijk Bartina. Ja, dan is het natuurlijk wel weer heel romantisch. Maar goed, het mag wat kosten die speeltjes. 159.000 euro voor de Audi, 250.000 euro voor de Bentley. Na zijn ontslag bij Everton is het even rustig rondom Ronald Koeman. Dat geeft hem even de tijd om te ontspannen op de golfbaan. Even genieten van al je verdiende miljoenen. Koeman die komt vast wel weer aan de bak. Er zijn kansen genoeg voor dat soort mannen natuurlijk. En met een geschat vermogen van zo'n 30 miljoen euro, nou kan hij volgens mij ook met gemak met vervroegd pensioen.